welkom bij deze nieuwe video van vandaag. Vandaag weer iets wat ik al een tijd niet heb gedaan. De wind wil gewoon niet ophouden, dus als je hem hoort, I'm sorry, maar het is echt warm. Dus ik heb het raam openstaan. Maar in ieder geval, vandaag ga ik iets doen wat ik al een tijd niet heb gedaan. En ik ga een celebrity make-up look namaken. Vandaag gaat het om obvious Kylie Jenner van de Kardashian family. En toen ik deze make-up look zag, ik dacht echt, I need to recreate this. Ik vind het een super mooie look. Echt iets voor mij. Dit soort looks zou ik echt gewoon maken. Ik ga ook mijn haren doen als haar. Obvious, ik lijk echt totaal niet op haar. Dus even een hele grote disclaimer. Nee, ik lijk niet op haar. Nee, ik wil haar ook niet zijn. Ik vind het gewoon leuk om haar look na te doen. Dus ook mijn haar. Ik heb obvious krullen. Dus ik ga het ook zo doen als haar. En ja, ik ga gewoon laten zien hoe ik dit doe. Dus ben je benieuwd naar het eindresultaat? Hoe ik van deze Sarah Marieke naar Sarah Kardashian ga. Of ja, ze heet geen Kardashian, ze heet Jenner. Maar oké, whatever, ik ga het gewoon doen. En ja, ik ben benieuwd of hoe goed ik het kan namaken. Dus vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Omdat het een vrij heftige ooglook is, ga ik eerst beginnen met de ogen. Ik ga als paletje gebruiken deze van Morphe. Dit is de 35M Bas Mood Palet. Bas Mood Palet. En dit zijn alle kleurtjes. Ze heeft hier allemaal groen. Dus ik ga vooral die groene kleuren gebruiken. Ik ga eerst beginnen met het primen van mijn ogenleden. Met de Too Faced Shadow Insurance. Dan ga ik beginnen met de iets donkerdere, beetje mosgroene kleur. Dit is een matte kleur. En deze breng ik dan gewoon zo aan in mijn hele arcadeboog. Het paletje wat zij heeft gebruikt heb ik niet. Dus ik improviseer gewoon met een paletje die erop lijkt. Dan pak ik de matte groene kleur ernaast. En daarmee ga ik er overheen om het iets meer groen te maken. Dan heeft zij een hele grote cut crease gemaakt. Dus die ga ik ook maken met mijn Catrice Concealer in de kleur 020. Dan pak ik deze groene glanzende kleur. En ik maak mijn kwast nat met fixing spray. En die kleur breng ik dan aan op de hele cut crease. Ik baal wel een beetje van de groene matte kleuren. Want het is niet echt de perfecte groen. Net als zij. Het is meer een mosgroen die ik op heb. En zij heeft meer echt een groen groen. Maar ja, dat maakt niet uit. We doen ons best. En haar cut crease gaat ook zo hier helemaal omlaag. Dus ik breng de kleur ook hier zo aan helemaal. Dan, het lijkt op de foto alsof ze ook een beetje iets van een heel klein beetje van die losse glitters heeft op haar oogleden. Dus ik pak mijn Ethos glitter. Is een beetje een lichtgroenachtige kleur. En ik pak gewoon een heel klein beetje zo met mijn vinger hier vanaf. Echt maar een heel klein beetje. En dan druk ik het gewoon een beetje zo op mijn oogleden. Zo, gewoon voor die beetje extra glitter. Dan heeft ze ook een winged eyeliner. Alleen begint die best wel hier in het midden pas. En dan gaat die zo een klein beetje omhoog. Ik gebruik mijn LA Splash Architect Slim Eyeliner. Deze eyeliner pen is echt ideaal als je echt een hele dunne wing wil maken zoals ik nou heb gedaan. Daar is hij echt ideaal voor. Hij is echt super dun. Nou, dan een beetje mascara en nepwimpers. Ik gebruik mijn Too Faced Damn Girl mascara. En het lijkt alsof ze wimpers op heeft die een beetje voller gaan naar buiten toe. Dus ik ga voor de Makeup Bar wimpers Perfect Love. Die worden ook iets voller aan de buitenkant. Oké, we gaan verder. Ik doe even mijn oorbellen uit. Ik ga nou beginnen aan het gezicht. Op de foto zie ik dat haar huid gewoon echt helemaal mat is. Er is echt geen glow in zicht. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga mijn gezicht primen met dit product. Ik weet even niet meer hoe het merk heet. Het is een Hydra Matte Cream. En ik vind hem echt super fijn. Hij maakt mijn gezicht mooi mat en smooth. En hij vult ook de poriën zonder dat het mijn gezicht echt helemaal uitdroogt. En ik met mijn normale tot droge huid vind dat echt super fijn. Ik zet in de beschrijving hoe dit product echt heet. Als foundation gebruik ik de Revolution Conceal & Define Foundation. Ik heb hem echt al in like 5 kleuren besteld. En echt geen enkele kleur was goed. En ik heb nou eindelijk een kleur die matcht met mijn huidskleur. Tenminste als ik zelf bruiner op heb. En die heb ik nou. Anders is hij wel echt te donker. En dit is de kleur F9.5. Dus eindelijk iets wat gewoon matcht. En ik blend het in met mijn Sarah Marie Cosmetics Foundation Kwast. Ze heeft een vrij lichte concealer op die ook mat is. En ik gebruik dus de Elf Cameo Concealer in de kleur Medium Scent.
Als poeder gebruik ik mijn Too Faced poeder, die al bijna op is, dus ik ga lekker de grote kopen. Zo, de poeder zorgt ervoor dat mijn huid echt mat wordt, net als haar huid in die foto. En dan haal ik de poeder er weer gelijk vanaf, want je girl heeft een droge huid. Dus ik laat mijn poeder er nooit lang op zitten, omdat anders mijn huid te droog wordt en dat willen we ook weer niet. Dus ik haal er gewoon zo af met deze grote poederkast. Ik zie dat ze haar wangen en haar neus heeft gecontourd met een beetje een warme contourkleur. Dus ik gebruik mijn Benefit Hoola bronzer om mee te contouren. Ik ga normaal voor echt een grijze kleur, maar dat hoeft niet. Dat is gewoon mijn voorkeur altijd. Die van haar is iets minder grijs dan hoe ik het altijd heb. Dus vandaar dat ik mijn Hoola bronzer gebruik, die heel veel mensen gebruiken om mee te contouren. En dan ook een beetje hier bij mijn wangen, want ik zie dat zij dat ook heeft. Echt maar een heel klein beetje. En dan natuurlijk ook weer uitblenden, anders heb je gewoon twee strepen op je neus en dat wil niemand. Dan pak ik nog mijn Benefit Hello Happy Flawless poeder in de kleur I Love Me Ivory. Dit is gewoon een lichte pressed poeder. En daarmee ga ik nog zo hier langs mijn neus. Om die iets smaller te maken. En ik ga er ook nog mee onder mijn ogen. Voor iets meer dekking. En zodat het iets meer smooth wordt. En iets lichter wordt. Dit doe ik ook altijd. Dit is echt geweldig voor een extra oef in je gezicht. Dat het gewoon nog iets meer smooth wordt. En dan ook een beetje zo over mijn contour. Om het in te blenden. En dan een beetje MAC Fix Plus. Om het allemaal mooi in te blenden. Dit is de White Tea in het klein. Zo, dan ga ik verder met de onderkant van mijn ogen. Die van haar zijn roze, dus die van mij ook. Als oogpotlood gebruik ik een lippotlood van de Primark. Dit is de PS Love Lip Liner. En ik weet niet welke kleur, het is gewoon een fel roze kleur. En die breng ik dan zo aan in mijn hele waterlijn. En wat ik dan ook nog doe, ik ga een beetje onder de waterlijn. Om het straks een beetje te kunnen uitsmudgen. Kijk, dit is dan het verschil. Hier is hij alleen in de waterlijn en hier is hij ook ietsje eronder. En dan pak ik hier deze kleur. Pak daar echt maar een heel klein beetje van op een hele kleine penseelkwastje. En dan ga ik een beetje de oogpotloodkleur ook hiermee uitblenden. Zo, en zij heeft ook een hele lichte groene glanzende kleur hier in de binnenste ogen. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga deze groene glanzende kleur mixen met de hele lichte champagneachtige glanzende kleur. En ik maak mijn kleine penseelkwastje ook weer nat met een fixing spray. En dan breng ik eerst een beetje aan van de groene kleur. En dan de lichte champagne kleur. En dan nog wat mascara op de onderste wimpers. Dan ga ik mijn gezicht bronzen met de Fenty bronzer in de kleur Island Ting. Nou, iets wat gelijk opvalt aan de foto is de amount of blush. Ze heeft een roze blush op die echt super heftig is. Heftiger dan hoe ik het altijd doe, maar ik maak vandaag haar look na, dus ik ga het ook zo heftig aanbrengen. Ik heb hier van BH Cosmetics de Floral Blush in de kleur Caribbean Coral. En dit is echt een hele heftige roze kleur, dus die ga ik aanbrengen met mijn Sarah Marie Cosmetics Blush Quast. En hij is ook echt best wel hiervoor helemaal. Dus dat ga ik ook doen. Ondanks dat zij echt wel veel op heeft, ga ik toch proberen om niet te veel op te doen. Ook weer niet meer dan haar. En ik breng het ook zo door een beetje op mijn neus, want dat lijkt bij haar ook te zijn gedaan. En ook een beetje hier, want ik zie hier bij haar ook die kleur een klein beetje. Dus dat ga ik ook doen. De gezicht lijkt gewoon heel mat. Ik zie ook niet echt een highlighter. Dus ik weet niet of ze er of geen op heeft. Of een hele lichte. Dus ik ga gewoon een hele lichte op doen. Ik gebruik mijn Catrice Luminize Palette. En dan gebruik ik de Soft Highlighter. En dan ga ik gewoon echt een heel klein beetje aanbrengen. Want bij haar kun je echt bijna niks zien. Zo, meer niet. Ik ga het gewoon zo laten. Dan de lippen. Ze heeft een beetje een bruinige roze glossy nude lip. Dus die ga ik ook opdoen. Voor de lippen ga ik een combi gebruiken van Colourpop in samenwerking met de Bradman Rock. En dit is de Wet Bundle. En dan heb je een lippotlood, een liquid lipstick en een gloss. Dus die ga ik aanbrengen. En ik ga ook mijn lippen overlijnen, want dat heeft zij ook altijd. Zodat ik lekker een volle lip heb. Nou, dan nog een beetje Catrice Hydrating Setting Spray. En dan is het make-up gedeelte in ieder geval af. Nou, ik moet zeggen, ik ben best wel blij met de make-up look. Ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk na te maken. En ik denk wel dat dat is gelukt. Mensen, ik ga nog even iets meer blush aanbrengen. Oké, dan de rest. Oké, nou, ik vind de make-up op zich nog het makkelijkste. Om mijn haar zo plat te krijgen is echt een struggle, want ik heb krullen.
Ik ga eerst even beginnen met al mijn sieraden afdoen, want zij heeft niks aan. Ik maak eerst mijn haar een beetje nat. Zo, dan maak ik ook de scheiding. En dan een beetje met de kam er doorheen. Het enige wat dan nog wel anders is, is dat ik hier blond ben en zij niet. Maar goed, we moeten het doen met wat we hebben, jongens. Dan pak ik mijn gel en dan gebruik ik heel veel gel. En dan ook nog heel veel haarspray. En ze heeft een hele lage staart, dus die ga ik ook maken. En dan heb ik hier een spoelie. En daarmee ga ik het nog hier mooi strak maken. Dan ga ik van mijn echte haar hier een knot maken, want ik ga een neppe staart in doen. Want mijn haar is obvious niet een stijl. En dan nog meer gel. Wat mij denk ik niet echt gaat lukken is die rare krul van haar hier. Ik ga het wel proberen. Want ik heb hier genoeg haren om dat mee te doen. Nou, ik heb het gewoon zo gedaan. Ik weet, het is niet perfect als hoe zij het heeft. Maar ja, we moeten iets, hè jongens. Zo, dan heb ik hier mijn neppe staart die ik even snel indoe. Ik ga het niet perfect doen. Het is puur gewoon zodat er hier wat haar komt. Net als bij haar op de foto. Zo, en zij lijkt niks aan te hebben hier. Dus ik heb ook even mijn trui uitgedaan. En dan heeft zij zo de staart naar voren. Dus dat heb ik ook. Zo, en dit is dan haar hele look. Nou, ik hoop dat jullie het goed vinden gelukt. Ik vind best wel, ik vind het beter gelukt dan dat ik in mijn hoofd had. Want ik dacht vooral het haar wordt een beetje moeilijk. Maar op zich is het wel gelukt en I really like it. Vind je nou dit soort video's leuk? Laat dan een dikke vette like achter. En laat ook een leuke reactie achter met wat je ervan vond. En als je nog meer van dit soort video's wilt, let me know. En je kunt me ook laten weten welke look ik moet namaken. Want ik word graag geïnspireerd. Je kunt hier abonneren door op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!